5-0 en 40-30 voor de Belgen. En die 5-0 die is eigenlijk wel terjochte. Want de Belgen zijn beter. De service met name. Hier is een keer die platte bal. En dan Silder keert weer matten. Dat is een goede bal daar in het linkerveld. België wint de cruisfinale van Nederland. En gaat er toch nooit de finale. Nederland keert om de tredden. Mark, dit was twee maatjes te groot. Ja, deze waren even iets te goed. De eerste partij tegen Engeland, dat ging hartstikke goed. Hadden niet echt veel tegenstand. Na de partij tegen Valencia begonnen we niet goed. Daarna pakken we het wel weer op, maar het was eigenlijk wat te laat. Maar tegen België was eventjes een maatje te groot. Daar kwamen we niet aan het spel. Ze kwamen allemaal net tussen ons de ballen. Dus ook als ze iets te hoog zijn, ze stijgen ook op. Dus ja, het is gewoon moeilijk om die ballen van boven naar beneden te leggen. En ze stuiten heel hoog, stuiten ze steeds terug. Maar. Dus dat is moeilijk. Dus deze was iets te groot. Ik hoorde Steven op een gegeven moment zeggen van... Laat die ballen die op hoofdhoogte, laat die vliegen. Ja, klopt. Dat zijn wel gelijk. Maar ja, je bent zo in het spel en je wil zo die bal graag hebben. Dus je gaat er wel voor. En dan laat je hem een paar keer los en dan gaat hij toch er net overheen. En dan kan Steven er net niet bij. Hij probeert het wel hartstikke goed. En ze sloegen Jolas en Steven sloegen hartstikke goed van het achteruit. Dat doe ik ze niet na. Maar het is wel grote klasse van België hoe ze dit hebben gespeeld.